jaarwisseling trok een grote groep een zogenaamde campesinos uit de bergachtige streken van Cuba naar de hoofdstad Havana. Slechts één dag van straatgevechten was nodig om een rebellie die jaren had voortgesmeuld definitief in het voordeel der opstandelingen te beslissen. De dictator Batista nam ijlings de vlucht naar het buitenland, ruim baanmakend voor een triomfantelijke intocht van de rebellenleider Fidel Castro. With the Cubans, Latin American and our American friends here. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Y qué medidas estamos dispuestos a tomar para defender la revolución?